Welkom bij Festival Vibes, de laatste editie of het laatste blok van Do Facts Matter. Een dag die wat mij betreft voorbij is gevlogen. Er zijn 25 sessies geweest met veel inhoud, kennis delen, reflectie, discussie, mentimeters. Er is wat over de bühne gegaan. In dit laatste uur kijken wij terug met een aantal bestuurders en betrokkenen over wat het heeft opgeleverd. Wij zijn heel benieuwd naar jullie mening, dus ik zet direct een poll in. Die kun je volgen in de chat, misschien inmiddels bekend. Je vult je naam in en vinkt akkoord aan met de voorwaarden. En dan verschijnt de eerste chatvraag voor nu. Eigenlijk is dat een soort van conclusie van de dag. Wat vond je van het kennisfestival? Was dat antwoord 1 matig? Was het voldoende? Was het goed? Of was het super? Wij zijn heel benieuwd dadelijk. Maar ik start met een gesprek met de twee bestuurders van de organiserende partijen, kunnen we zeggen. Dat zijn STOA en Waterschap Drents Overijsselse Delta. Geert-Jan ten Brink, vicevoorzitter van de STOA en dijkgraaf bij het waterschap Huns en Aas, is bij ons. En ook Dirk Siert Schoomaan, dijkgraaf van het waterschap Drents Overijsselse Delta. Welkom heren. Ik ben heel benieuwd hoe jullie terugkijken. En wat jullie ervan vonden, of je een impressie hebt en wat je nog wil meegeven. Ik zou eerst graag het woord willen geven aan Geert-Jan en dan kom ik daarna naar Dirk Siert. Hoe vond je het kennisfestival, Geert-Jan? Dankjewel. Ik moet zeggen, ik was blij verrast. Ik ben meer van het kopje koffie fysiek elkaar ontmoeten. Als je dan vanochtend kijkt, nou misschien wel een beetje een stroeve start, maar er is meer dan ingehaald, moet ik zeggen, door de gesprekken. Ik heb veel sessies kunnen volgen, gelukkig, omdat mijn agenda was schoongeveegd. En dan zie ik dan inspireert dit gewoon. Dan denk ik van, als Joost vanochtend zegt van, Joost Buntsma, als directeur van de STOA, wij willen als STOA meer in gesprek met onze achterban en we vinden al die publicaties en al die congressen nog niet voldoende. Dan denk ik dat dit festival, ondanks dat het digitaal was, en misschien wel juist doordat het digitaal was, het van dat zet je enorm aan het denken. Dat is wel heel, heel grappig, deze bijzondere periode. Denk ik van, nou, het uitwisselen, het verbinden, de nieuwsgierigheid die voorop stond, de inspirerende verhalen die zijn geweest. Wat mij betreft een zeer geslaagde dag. Leuk, mooi om te horen. En ja, die stroeve start, het is ongeveer het worst case scenario. Het stipt om 9 uur. We zijn er inmiddels achter, wist de KPN de werkzaamheden die 2 dagen geleden waren gepland in te zetten. Dus de studio stond helemaal overmand. We waren bijna plan B. We hebben vandaag geleerd dat we adaptief moeten zijn van de hoogleraar Vincent Marchaud. We hoefden net niet in te zetten. Dus met de 20 minuten vertraging was dat misschien technisch de kleinste of de grootste bug voor vandaag. Dirk, dat is niet erg, want het belangrijkste is altijd dat je creativiteit laat zien en dat je ook flexibel bent. En door dat te combineren, dan kun je misschien geen betere start hebben meegemaakt dan wij vanochtend hebben meegemaakt. Kijk, heel goed. Dirk Siert Schoomaan, welkom weer terug. Ja, wij hebben jou ook horen spreken in de lunchbijeenkomst over COVID. Maar misschien nu ook nog van, ja, Do Facts Matter. Wat vond je ervan? Ja, dat is bij uitstek een onderwerp waar je echt de verdieping in moet gaan. En volgens mij is dat vandaag gelukt, hè, met 25 sessies. Dat is echt een ongelooflijk aantal. Wat je, zeg maar, in een fysieke bijeenkomst bijna niet in een grote hal geregeld krijgt. Dus dat is ook het mooie van digitaal op deze manier organiseren. Ik heb ook een aantal van die sessies kort weliswaar even aan kunnen klikken en even rond kunnen lopen. Ik was onder de indruk van de inhoudelijke kennis die daar met elkaar gedeeld werd. En ook de breedheid aan onderwerpen die naar voren kwamen. En zoals ik al aan het begin zei, van, ja, het is echt een onderwerp waarin je moet verdiepen. Nou, op het moment dat je hier wat langer bij stilstaat, dat hebben we vandaag gedaan, dan gaat dit onderwerp wel echt leven. En ik vind het ook wel goed voor ons als bestuurders om erover na te denken van, wat ga je hier nou vervolgens mee doen? En wat zou je daarmee kunnen doen? Of komt daar al iets bij je op? Of is dat gewoon een volgend gesprek? Nou, dat is denk ik een volgend gesprek. Maar het gaat niet eerst om bewustwording, hè? Het gaat erom dat je een omslagmoment hebt van, nou ja, wanneer heb je voldoende feiten en data verzameld en wanneer mag je er ook op basis daarvan keuzes maken.
Ja. En dat, ja, dat moment is iedere keer bij verschillende onderwerpen op een ander moment dat het daadwerkelijk plaatsvindt. En urgentie helpt daar vaak in. En ik vond het wel mooi bij die lunchbijeenkomst. COVID ging ook echt over de urgentie. Op het moment dat er een pandemie plaatsvindt, ben je in staat om heel snel te schakelen. En andere afwegingen te maken dan dat je een onderwerp hebt wat op de langere termijn geschoven kan worden. Ja, en eigenlijk ook een wisselwerking tussen iets wat iedereen aangaat, maar ook hele diepe kennis over hoe interpreteer ik nou statistisch precies die gegevens en is het dan een trend of juist niet en wat moet ik ermee? Dus eigenlijk ook wel heel veelzijdig, van professional tot bestuur raakt het hier. Ja, klopt. Ja. Mooi. Ik weet niet, Geert-Jan, het is heel mooi dat jouw agenda zelfs is leeggeveegd hiervoor. Dat is een mooi bijeffect, zou ik willen zeggen. Kun je nog eens zeggen waar je hebt uitgehangen? Ben je bijvoorbeeld, ik had net een gesprek over kennis delen, maar er was ook een sessie over digitaal en over prognoses maken. Ja, ik ben soms ben ik wat langer blijven hangen. Wat me heel erg intrigeerde was de lunchsessie, moet ik eerlijk zeggen. Daar heb ik zie het ook nog even gehoord. Maar vooral ook de koppeling en de evolutie en hoe we daarmee omgaan. En wat je daar ook heel erg van leert is dat de diepgang van alles weten maakt soms niet gelukkig. En je moet ook niet alles achter de komma willen weten. Maar ten tijde van een crisis, zeker in zo'n beginfase van zo'n COVID, gingen we anders om met data dan dat we er nu mee omgaan. Je ziet ook dat evolueert. Dat vond ik wel hele boeiende. Ik vond de 6 inspirerende verhalen vond ik echt fantastisch. Het is soms onvoorstelbaar hoeveel collega's in een hele korte periode kunnen stoppen qua snelheid om te volgen. Maar wel heel mooi om die verhalen, die verschillende verhalen over een werkplaats, over wat was het, de genoegs die rivier over moeten steken. En dat je dat samen doet en hoeveel je daarmee komt, vond ik prima. De virtuele satelliet was voor mij echt een eye-opener, daar wist ik nog veel te weinig van. Dus dat was ook een stukje kennis bij het denken. Kortom, ik ben zo een beetje doorheen gelopen. En wat mij heel erg triggert is vooral de vraag die jullie ook in de laatste sessie nog aan elkaar hebben gesteld. Van hoe ga je eigenlijk om, hoe gaan bestuurders eigenlijk om met de kennis? En zijn we nu, zijn de professionals die bij waterschappen werken, zijn die nou, hoe werd ook alweer gezegd, zijn we nu een blauwe sector? Of is het inherent aan het professional zijn, dat je graag de verdieping voortdurend wil gaan opzoeken en dan de vertaalslag naar ons als bestuurders, naar onze besturen toe van de waterschappen, hoe geven dat handen en voeten? Dat blijft een voortdurend zoeken wat mij betreft. Ja, mooi. Dankjewel voor deze indruk. Dit is weer een hele andere route die jij vandaag hebt afgelegd dan dat ik dat heb gedaan. En zo zal iedereen zijn eigen route hebben gevonden. Leuk. Dank. We horen jullie beiden dadelijk nog terug in de sessie. Dus dank voor deze aftrap van de Festival Vibes. Maar voor echte vibes wil ik graag onze filmmaker, jullie hebben de trailer een paar keer langs zien komen, Fabian Kraus uitnodigen en ook Auke de Ridder. Die hebben jullie ook meerdere keren gezien. Die vormen hier de rode draad. Fabian die heeft vandaag voor ons een impressie gemaakt. Normaal gesproken loopt er dan zo'n camera guy met een shouldercam rond. Fabian heeft een digitale versie gemaakt. En ik ben heel benieuwd. Eerst even Fabian, welkom. En super dat je ons hierin ook met toffe visuals hebt verblijd. Maar ik ben ook benieuwd, wat ben je vandaag nou tegengekomen? Want we gaan dadelijk, denk ik, daarna kijken naar een soort impressie. Ik ben benieuwd naar jouw indruk. Ja, al moet ik zeggen, die impressie is echt een hele snelle vogelvlucht met een leuk muziekje eronder. Dus de inhoudelijkere impressie komt denk ik later nog. Maar wat ik ben tegengekomen is extreem divers. Voor mij was dit heel bizar om zo ontzettend wijd veel, zowel expert als meer eigenlijk die dimensie van ga je het überhaupt hebben over wat doen we eigenlijk hier en hoe waardevol wordt dat, brengen we dat naar buiten? Dus dat vind ik zelf heel spannend. Ik maak veel films, vaak maatschappelijk of inhoudelijk gericht. En eigenlijk speelt dat dan altijd. Maar dan om deze dimensie hier dwars doorheen te brengen, dat vond ik best wel knap hoe jullie dat op zo'n dag hebben weten te doen. Nou, ik ben heel benieuwd. We gaan dadelijk kijken naar een impressie. Als jij zegt muziek, na de impressie kom ik nog even bij jou terug. En ik weet, en dan Auke de Ridder ook, die wordt sowieso blij van muziek. Dus dat is al leuk. Waar gaan we zo naar kijken, Fabian?
Nou, we gaan eigenlijk gewoon. Nou, het is echt een hele squeezed samenvatting, synopsis. Dus het is. Ik ben echt als een razende reporter door alle kamers, tenten, festivaltenten heen gesjeest. Dus het is. We zien allerlei, vooral veel gezichten en slides. En ik hoop dat iedereen een beetje weer dan de herinnering of het verhaal daarbij dan zelf weer weet erbij te fabriceren. Leuk. Dankjewel. We gaan er zo naar kijken. Fabian die gaat ons ook helpen met een dagimpressie die misschien wat meer ruimte biedt voor nog meer gezichten. En dadelijk ook een film over Do Facts Matter. Een verhaal, een vraag die duizelt. We gaan daar dadelijk ook inhoudelijk op in. Maar volgende week heb je gewoon een filmpje van 5 tot 10 minuten waar je die vraag misschien wel beantwoord krijgt of misschien wel een vraag rijker bent. Jasper, wil jij hem instarten? Fantastisch. Hier word ik in ieder geval blij van. Dit voelt gewoon als een festival, zoals we zo vaak in de tent willen zitten. Knap en mooi gedaan. Auke, kom jij er ook bij? Ik weet niet of de techniek direct kan schakelen naar een 3D-beeld. Ik zie jou ook lachen. Ja, het is toch... wie had dat nou gedacht? Ik niet in ieder geval. Wel gehoopt. Heel klein beetje in een... zeer afgeslankte variant dit gevoel te kunnen hebben. Echt heel tof. Ja, want we hadden eigenlijk bedacht met elkaar STOA en Waterschap Drentse Overijsselse Delta een leuke kennislunch in Zwolle op kantoor met 50 collega's en misschien nog eens een verdwaalde andere waterschapper. Dat was het oorspronkelijke plan. Dit is het geworden. Zeker. Leuk. Ja. Met veel meer fans. Dankjewel Fabian voor deze leuke indruk. Heb je nog iets gemist vandaag? Ja, ik heb veel meer gemist dan meegemaakt, zoals Martin Bril. Ja, maar ja, helaas, zo, dat is ook wat leuker van een festival, denk ik. Dat je het gevoel hebt dat er van alles bruist en gebeurt. En dat je met wat prikkels weer verder op weg wordt gestuurd. En vooral zin hebt om daar meer mee aan de slag te gaan. Dat, zelfs voor mij, voor ik die niet expert ben, maar toch heel tof om dit te zien. Heel knap. Leuk. Compliment aan jou ook, of aan de organisatie.
Goed zo, dankjewel. Dankjewel. Ja. Ik zie in de poll dat jullie als deelnemers dit in ieder geval een goed festival vonden. En dat is ook al een compliment, want het is allemaal digitaal. Auke gebruikte net al, hey, welkom in mijn stukje festivaltent. Die echte tent met echte ontmoeting is toch net even anders. Ik start, en er zijn er zelfs een heel aantal die dat super vonden, dus fijn om te horen. De volgende pollvraag, jullie krijgen er nog 3 vandaag. En dan zijn we uitgevraagd en uitgefestivald misschien. Maar de volgende pollvraag is, ben je vandaag ergens van mening veranderd? Dat is misschien interessant, van of dat ook daadwerkelijk gebeurd is. Ja, ik ben van mening veranderd door de feiten die ik hoorde. Of ja, ik ben veranderd door enthousiaste collega's. Daarom ben ik van mening veranderd. Ik ben veranderd doordat ik zelf heel nieuwsgierig ben. Of nee, ik ben helemaal niet van mening veranderd, want mijn mening stond al vast. Dat kan natuurlijk ook heel goed. Wat is jouw hoogtepunt vandaag, Auke? Het echte hoogtepunt was wel vanochtend om 9:00 hoor, moet ik eerlijk zeggen. Die was wel. Ja? Dat was. En ja, ik voelde we net. Ja, mooi echt terug, hè? Zo'n dikke. Oh man. Ineens waren we uit, hè? Ja, dat was echt minder. Dus dat was een hoogtepunt in de negatieve zin. Maar in de positieve zin. Op een gegeven moment had ik 3. Sessies openstaan op mijn iPad, op mijn computer en op mijn telefoon. Omdat er heel veel collega's gewoon gave, dat zijn mijn woorden, beetje populaire woorden, maar toffe gesprekken voeren over de inhoud van hun werk, waar ze zo enorm enthousiast over zijn. En ik wou dat gewoon meekrijgen. Ik heb lang niet alles gehoord, echt niet. Ik ben er bij eentje zelfs uitgekikt, omdat ik het verkeerde e-mailadres blijkbaar gebruikte en dat vertrouwden ze niet. Dus ook dat gebeurt. Onderwijl wordt er zelfs nog gecontroleerd ofwel de juiste personen binnenkomen. Dus dat was ook wel bijzonder. Maar vooral het enthousiasme, joh. Dat iedereen op deze dag een presentatie heeft en laat dan staan alles wat er aan vooraf is gegaan. En die enthousiasme, ja, dat kan je niet filmen. Maar dat merk je, dat is eigenlijk nu komt dat tot een uiting. En dat is echt heel, heel cool. Zoveel mensen die eraan bij hebben gedragen. Heel tof. Dankjewel. Dankjewel voor deze impressie. Wij gaan door naar het volgende onderdeel van dit festival. En dat is een hele mooie en belangrijke misschien wel. De uitslag van de quiz. Die hebben jullie de hele dag kunnen zien. De quiz. De quiz is een vragenlijst geweest die de hele dag heeft opengestaan. Jullie hebben daar een aantal vragen ingevuld. Meegedongen naar een mooie prijs. En ik introduceer jullie de quizmaster voor deze uitreiking. Auke de Ridder. Hij heeft ook meegedacht met de prijs. Wat valt er eigenlijk te winnen vandaag, Auke? Ja, kijk. Dat is misschien ook wel het meeste wat ik terughoorde, was die onzekerheid over de daadwerkelijke feiten en dat die er dan toe zouden doen tot die meningsvorming. En daar geven we de winnaars die dit hebben gewonnen, die dompelen we onder in de wereld van de FUCA. En de FUCA gaat over deze complexiteit, over datgene wat we niet weten, wat er op ons afkomt, hoe je daarmee omgaat, hoe flexibel je daarmee moet zijn. Een masterclass. Niet een hele opleiding, want dat is too much. Maar het gaat wel over dat je als techneut, maar misschien ook wel als bestuurder of als manager de kans krijgt om je eens op een ander spoor te laten zetten. En ik kan uit eigen ervaring kan ik spreken dat enorm verhelderend kan zijn. Dus die masterclass, die komt weer. Alleen het is wel zo dat je hem pas krijgt op het moment dat het fysiek wordt. Dus we gaan het niet digitaal doen. Hij komt er in de fysieke variant. En, dus je moet er variant, nog even op wachten. Nou, ja, je moet er even op wachten. En als Waterschap Drentse Overijsse Delta zijn we dan de host daarvan. Dus dan kan iedereen ook ons prachtige thuishonk bewonderen. Want ook dat is best iets om trots op te zijn. Leuk. En ze krijgen nog een boek. En by the way, ja, exact. En een boek. En dat heb ik hier. Ja, het is een beetje. Alles is digitaal. Want wat heb ik nou gedaan? Ik heb mijn boeken op kantoor laten liggen. Dit is het boek van Daphne de Percé. Jullie hebben haar ook gehoord in de podcast. En dat wordt. Zij heeft ook een mooi stukje verteld. Make Knowledge Work is haar boek. Het is een boek wat gaat over zaken die werken. Het is een heel praktisch boek. En iedereen die wint, krijgt ook dat boek.
Nou, volgens mij hebben we dan doen we de kennisoverdracht. Hè? Yes, yes, yes. Even nog de kennisoverdracht. Ik zie dat jullie in de poll de antwoorden hebben gegeven. Die zien jullie zo ook hier in beeld. Namelijk, ja, iedereen is eigenlijk wel van mening veranderd. En in een hele mooie verdeling. Soms door de feiten, soms door enthousiaste collega's en soms door de eigen nieuwsgierigheid. Een boeiende verdeling. En die vaste mening, die zijn bijna uitgestorven hier. Ene laatste quizvraag, pollvraag hier. Wat heb je nou vandaag gemist? Fabian zei, eigenlijk weet ik dat niet zo goed. Dat is antwoord 4. Niets, denk ik. Maar je kan ook, wat ik vandaag heb gemist, is een knuffel, een kroket. Of samen om een whiteboard in die festivaltent. Dirk Siert, die zie ik lachen, die denkt, ik ga die kroket invullen. Ik weet dat Bert Palsma van de STOA, die zegt, een STOA-bijeenkomst is het pas goed als we samen een broodje kroket eten. Vandaar dat die vraag ertussen staat. Ik ben benieuwd naar jullie antwoorden. Auka, laat ons niet langer in spanning. Wie heeft daar gewonnen? Ja, wie heeft er gewonnen? Ik kan het niet zo goed lezen, dat klinkt een beetje knullig. Ik kan het niet zo goed zien eigenlijk. Ah, kijk, heel goed. Ja, het is. Wat we hier kunnen zien. Hier hebben we de mensen. Jullie kunnen allemaal meelezen. Ik moet zelf ook dicht naar dat scherm toe. We zien. Ilona, Paulien, Michiel, Sebastian, ja. Gionne, Evelien, Heino, Sonja. Ja, heel goed. Sonja, Irene en Jelle. Nou, en volgens mij hebben we zo een heel gemêleerd gezelschap. Hartstikke mooi. Heel goed om dat zo te zien. Gefeliciteerd met het boek wat naar jullie toe komt en een masterclass FUCA, zodra het weer kan. Daar gaan we voor. Degene Ilona staat als vetste. Jullie winnen eigenlijk allemaal die vette prijs als team. Maar Ilona krijgt misschien nog iets extra's. Auke, heb jij nog nagedacht over dat extra's? Nou ja, ik heb er wel iets over nagedacht. Kijk, ik heb je krijgt mijn originele handtekeningen. Mijn pentekeningen krijg je. Het is een poedelprijsje. Het is een beetje voor de gein. Maar ik heb het. Ik vond het eigenlijk wel geinig. En niet alleen ik. Ik kreeg het door jou. Het is symbolisch, maar er zit een heel goed verhaal aan vast. Daarom vind ik het zo waardevol. Hè? Ja, het is niet zozeer de economische waarde die het vertegenwoordigt. Nee. Nou, misschien later, wie zal het zeggen. Je krijgt ze, ze komen naar je toe. Helemaal goed. We gaan door naar het volgende onderdeel met onze drie kennisdragers die de hele dag, of vier kennisdragers die de hele dag mee hebben gedaan. En die kennisdragers, dat zijn Anjo, Travai, Etienne, Rowet en Vincent Marchal. Jullie hebben ze de hele dag kunnen horen. En wij zijn heel benieuwd wat ze hebben beleefd. Wat is er gedaan en langsgekomen. Ik ben benieuwd. Wat is jullie opgevallen vandaag? En wie van jullie mag ik het woord geven? Nou, ik wil wel een eerste schot voor de boeg doen, hoor. Wat is mij bijgebleven? Ik vond ook met name de lunch vond ik leuk. Het ging over rioolwater. Het ging over het coronadashboard. Vond ik leuk omdat ik daar weinig van af wist. Maar dat heeft mij nogmaals bevestigd in wat ik dacht van, als je met onzekerheden moet omgaan en je hebt geen tijd eigenlijk, hè, want je hebt te maken met corona, dus je moet snel handelen, dan is dat heel ingewikkeld. Dus dat is een les die ik meegekregen heb. Dus de factor tijd, hè, hoe snel moet je handelen. En dan moet je in feite ook toestaan dat er fouten gemaakt worden. Daar moet je open voor staan, denk ik. Een tweede wat mij opviel is, ik ben natuurlijk altijd bezig met onzekerheden, met facts die je niet hebt. Ja? Maar het blijkt ook al best wel moeilijk te zijn als je de facts wel hebt om tot een goede beslissing te komen. Dat is ook al best ingewikkeld. Dus die balans, zeg maar. En tot slot dat getal wat naar voren kwam over expliciete en impliciete kennis. 90%, 89 geloof ik was het, van impliciete kennis die we expliciet moeten maken om tot een beetje slimme beslissingen te komen. Dat vond ik een zeer imponerend getal. Dat was even mijn eerste schot voor de boeg. Ik zag, dankjewel Vincent. Etienne Rouet, Radboud Universiteit ook. Jij komt net vers uit de digitale transformatie volgens mij. Wat vond je ervan vandaag?
Ik ben helemaal digitaal getransformeerd nu. Nee, wat mij heel erg opviel was hoe vaak het ook daar in die sessie ging over domeinkennis. En over het gebruiken van de kennis van mensen die al langer in zo'n gebied werken. En ook het werken met stakeholders komt ook vaker terug. Dus ik zie best een spanning tussen aan de ene kant dat kennis in mensen zit. Het getal wat genoemd werd, 89 of 90 of 95%. Onbewuste besluitvorming die heel belangrijk is. En aan de andere kant zouden we graag heel veel willen doen met data. Ja, die data die moet ergens opgeslagen zijn, die moet duidelijk gedefinieerd zijn. Dus de spanning tussen die twee gebieden. Dat vind ik, dat had ik van tevoren in mijn hoofd en dat komt hier heel vaak terug. Hoe je mensen beïnvloedt om betere beslissingen te nemen, terwijl je weet dat je dan toch ergens moet aansluiten bij die kennis die ze al hebben. Ja. Ingewikkeld. Ja, ingewikkeld en boeiend. Ja. Want Anjo, dat sluit volgens mij heel goed aan ook op jouw grote inzicht. Dat brein, dat stuurt die mens eigenlijk veel meer onbewust dan bewust. Een thema wat je aanspreekt en je hebt veel gesprekken gevolgd. Hebben we het goede gesprek gevoerd daarover? Gedeeltelijk. Ik denk dat een aantal punten wel blijven hangen. Al is het alleen maar inderdaad dat we het grootste deel van de tijd onbewust keuzes maken en dat feiten en kennis dan eigenlijk geen invloed hebben. Alleen als je dat via gedragsprincipes of via verandermomenten gebruikt, dan kun je er iets mee. Dat is een heel belangrijk inzicht, omdat we allemaal bezig zijn met feiten en kennis en het allemaal graag zo'n goede plek willen geven in besluitvorming of in management of in vergunningverlening of waar dan ook. Dus ik denk dat dat wel een aantal keer voorbij is. Maar automatisch, hè, zoals we automatisch zoveel keuzes maken, automatisch grijpen wij altijd makkelijk terug op een overschatting van de ratio. Dus we zijn eigenlijk continu bezig om te denken dat voor deze situatie het net een beetje anders is. Of dat als ik het nou nog één keer goed uitleg, dan komt het wel aan of zo. Maar ja, dat is niet de goede route. Ik hoop dat dat zaadje geplant is. Ik heb trouwens wel heel mooi inzicht. Het gaat heel erg goed met de schietmotten, heb ik geleerd vandaag. Dus ik Kijk, heb, dat is ook goed nieuws, ja. Ja. De schietmotten, de curve is stijgend, exponentieel. Ja. Dat vond ik wel een mooi genuanceerd beeld over de achteruitgang van de waterinsecten. Ja. Maar ook daarvoor geldt, dat bestond uit twee delen. Een heel boeiend eerste deel, waarbij ik dacht van dus achteruitgang is niet alleen maar slecht, want dat kan ook komen doordat zeldzame soorten iets meer vaak voorkomen en de heel veel voorkomende soorten, die komen iets minder vaak voor. Dus het is niet alleen maar een slecht beeld. Maar het tweede beeld was voor mij zo moeilijk over neonicotinoïden, detectielimieten, bioassays, standaarddeviaties, abundantie. Toen raakte ik het spoor een beetje bijster. En dat is denk ik wat vaak gebeurt, is dat wij met... Dat was niet jouw taal, zeg maar. Nee, dat was niet mijn taal. Hoewel ik geïnteresseerd ben in dit onderwerp. En daar heel graag goede besluiten ook meeneem in het algemeen bestuur van Stichtse Rijnlanden. Ja. Maar dat was voor mij te moeilijk. Maar misschien voor heel veel anderen juist weer fantastisch op maat. Ja, ik ben heel benieuwd hoe onze bestuurders daar... We hoorden net Dirk Siert en Geert-Jan ook naar kijken van... Hoe gaan zij met zo'n taalbarrière om? Of misschien kunnen ze die gewoon negeren en hun eigen keuze of koers daarin varen. Als jullie willen spreken, dan kom erin. Maar ik wilde eigenlijk eerst nog aan jullie de centrale vraag stellen. Want met het organiseren van dit festival, hartstikke leuk. Thema erop, Do Facts Matter. Een keertje niet precies de toxiciteit of de droge dijken. Maar een breder thema. Er staat een vraagteken achter. Wat doet dat? Er moet er gewoon een uitroepteken achter staan. Het kan toch niet ter discussie staan? En we zien nu gedurende de dag dat vraagteken daar wel degelijk hoort te staan. Aan de andere kant, ik wil wel graag, heren wetenschappers, gewoon een antwoord. Is het nou waar of niet waar? Doet het ertoe? En het liefst zo begrijpelijk mogelijk, want mijn brein is ook een beetje over de kook aan het raken. Ik heb het in mijn presentatie gezegd. Uiteraard doen feiten ertoe. Maar wat er minimaal evenveel toe doet, is het ontbreken of het erkennen van het ontbreken van feiten. Dat doet er minimaal evenveel toe. Dat is mijn antwoord daarop, heel kort en simpel gezegd. Dus wordt het eens over het feit dat je iets niet weet?
Of dat je er over een verschil van mening over hebt. Dat zou ook nog kunnen. Ja. Dat is toch een beetje de klimaatdiscussie die we gezien hebben de afgelopen jaren. Etienne, hoe beantwoord jij die vraag? Do facts matter? Na een dag vol debat en gesprek daarover? Dat ligt wel in het verlengde van wat Vincent zei. Verschillende mensen kunnen verschillende feiten belangrijk vinden. En dan wordt het leuk, volgens mij. En naast feiten, als het niet belangrijk genoeg voor je is, ik denk dat het een lijn is met wat net gezegd werd, dan ga je daar niet eens op letten. Dan kijk je naar wat willen mensen dat ik doe, hoeveel informatie is er over, en ga je niet de diepte in en te analyseren wat er aan de hand is. Dus emoties, ja, daar was ik van tevoren van overtuigd en eigenlijk nog veel meer nu. Als ik ook de mensen in Big Dive, in de data science hoor vertellen, dat het heel belangrijk is om domeinkennis mee te nemen. En toch vooral ook de interpretatie van de dingen die uit die modellen komen, om daar ook weer mensen in mee te nemen. Dus dan is het meer dan ratio. Het gaat niet alleen over de machine en de uitkomst. Precies, het gaat niet alleen over de machine. Toch nog even reagerend en hieraan toevoegend. We zitten nu in een prachtige tijd, hè? Het varen in de mist, om het zo maar te zeggen. Wij kijken elke avond kijken wij naar talkshows en het nieuws, en dan eisen wij van onze besluitvormers dat ze allemaal beslissingen nemen op basis van feiten. En als ze nou eens expliciet zouden kunnen vertellen dat die feiten er gewoon niet zijn, ja? Maar dat ze gewoon met de beste kennis en zich voorbereiden op, dat ze daarmee proberen verder te komen. Ik denk dat dan een stukje de acceptatie zou schelen van alles datgene wat er gebeurt. Maar dat vereist wel een andere houding. Nou, ik wil daar nog wel iets helderder over zijn. Ik denk zelfs dat als die kennis er wel is, als die feiten er wel zijn, ja, dan leiden ze vaak niet tot het besluit. Dus feiten op zich, do facts matter. Ik durf wel te zeggen, voor heel veel besluiten, voor heel veel keuzes die we maken, doen feiten er niet toe. Tenzij je die op een bepaalde manier slim kan aanbieden. Door een autoriteit te laten aanbieden. In die talkshows zitten alleen maar autoriteiten. Of door het op het goede moment aan te bieden. Of door het met een sociale bewijslast aan te bieden. Dan kun je feiten, nou ja, bijna voor zich laten spreken. Maar feiten op zich, daar zijn onze hersenen niet gevoelig voor. Zeker niet. En wat, wie zei dat net? De Dijkgraaf die zei voor lange termijn. Ja, lange termijn in de hersenen is helemaal niks. Er komt geen enkele prikkel komt binnen. Of als het voor iemand anders is, of voor het milieu, of voor de duurzaamheid, of voor de samenleving, dan gebeurt er in de hersenen niks en maken wij nooit die keuze. Dus als je de feiten op zich laat staan, dan kunnen we er niet zoveel mee. Maar juist al deze partijen die hier vandaag aanwezig zijn, ik denk dat die een enorme stap voorwaarts kunnen maken als je dat beseft en als je kunt kijken en hoe kan ik het feit dan aanbieden, zodat het leidt tot een goed besluit of het gewenste gedrag. Ja, dit klinkt allemaal heel wijs, Auke. Dit was toch niet de gewenste uitkomst? We hadden gewoon ja of nee willen horen, toch? Ja, gelukkig. Ja, ik kan zo ook zo'n beetje verdwaasd kijken, omdat ik natuurlijk helemaal... Ik ben geen wetenschapper, dus dan mag je zo van... Je moet er wel iets mee, toch? Ja. We gaan wel naar die bestuurders toe, want ik ben heel benieuwd wat deze wijsheden met hun positie is. Aan het afbrokkelen zou je bijna kunnen zeggen. Ja. Ja, nou wat naar het afbrokkelen weet, dat niet natuurlijk. Maar wat ik wel denk, Anjo, die zet me daar eigenlijk... Dat kan jij niet zeggen, maar... Nee, jij wel. Dus nou, bij deze gezegd. Nee, Anjo, die raakt toch wel weer een snaar. Want ik denk in één keer... Kijk, ik mag dan fijn met collega's werken die heel veel hiermee bezig zijn. Wel met die exactheid. En die doen dat met zoveel passie en toewijding. Dat... Als ik het alleen maar zo zou framen, zou ik hen tekort doen. En volgens mij is de framing iets anders. Is dat wij, voor mij in ieder geval, juist op die momenten dat het ertoe doet, waarbij je dus wel, dus daar waar bijvoorbeeld het risico te hoog wordt of iets in de richting, maar je weet het niet waar, op welke onderwerpen dat nou precies is. Daarvoor heb je soms wel die inhoudelijke kennis en informatie nodig. Het vraagstuk is dan voor mij in ieder geval wel, ja, waar zet je dan op in? Ga je alles willen meten? En dat gebeurt wel eens. Hè? Dan zijn we heel erg druk bezig met alles maar te meten en alles maar in de boeken te zetten. Dus daar zit wel een enorme uitdaging. Doen ze er dan toe, die feiten? Ze doen er wel toe. Maar op een andere manier zoals we wellicht gewend zijn. We halen het heel snel aan als causaliteit of zo. En dan zeggen we, zo is het. En daar zien we gewoon van dat gewoon niet meer... dat het niet aan de orde is. Dat is me echt bijgebleven na vandaag.
Ja. Heel goed, heel goed. Dank. We gaan zo naar het volgende onderdeel. Dan ga ik bij de heren Dijkgraaf nog even terugroepen. Die komen zo in beeld. Welkom terug. Welkom terug. Dirk Siert en Geert-Jan, kom wat mij betreft weer terug in het beeld. Want jij stak je hand al op, Dirk Siert. Ga je gang. Ja, ik was wel heel erg getriggerd over, over wat doe je nou met feiten? En als feiten, zal ik ondertussen beredeneren, echt glashard zijn, onomstotelijk, dan heb je inderdaad geen besluiten meer nodig. Want dan ga je het ene feit afwegen ten opzichte van het andere feit en daaruit rolt een besluit. Dus dat zou mijn beroep in ieder geval overbodig maken. Nou, die perfecte wereld die bestaat in ieder geval niet. Dus ik denk dat er altijd nog een component in zit waar menselijke maat in aanwezig is. En dat er een besluit zal moeten genomen worden op basis van ook dat stukje onderbuik, wat uiteindelijk gewoon doorslaggevend kan zijn. Heel goed, ja. En zie je dan ook de rol van de bestuurder daar echt in veranderen? Als je deze inzichten meeneemt over feiten en onzekerheden? Nou ja, kijk, sowieso deze dag heeft mij enorm getriggerd. Dat je nog eens een keer bewust bent van op basis van wat voor zaken je uiteindelijk een beslissing neemt. Het is op basis van wetenschap, het is op basis van metingen, het is op basis van statistieken, algoritmes, emoties, media. En die moet je allemaal op verschillende manieren wegen. Maar het is goed om te beseffen dat je op die manier zelf tot een beslissing komt. En daarin moet je wegen wat je nog aanvullend wilt weten en of je daar überhaupt de tijd voor hebt. Dat werd zo net ook al even gezegd. Hè. Bij COVID, de lunchsessie kwam heel duidelijk naar voren. Ja, uiteindelijk moet je verder. En op basis van de gegevens die je dan hebt, neem je een beslissing. En als je heel veel tijd over hebt, ja, dan kom je misschien helemaal niet tot een beslissing. Dus benut ook zo'n crisis als die er zich voordoet. Helder. Geert-Jan, jij bent naast Dijkgraaf in het noorden des lands ook bestuurder van een kennisorganisatie voor die waterschappen. Bestuurder van STOA, waar die feiten heel belangrijk zijn. Hier wordt toch wel behoorlijk nuance in aangebracht. De taal, het begrip, allerlei emotie, houding, gedrag spelen misschien nog wel veel dominanter een rol dan het goede onderzoek of de feiten. Dus moet STOA iets met die framing en die andere kant van dit vraagstuk? STOA bestaat al 50 jaar, dus kennelijk is er wel behoefte aan kennisontwikkeling, kennisdeling binnen de waterschappen. En mijn idee blijft er ook altijd zo in de functionele sector die we zijn. We hebben nog heel veel te maken met allerlei technische oplossingen en inzichten die veranderen. Daar kan STOA gewoon een hele goede rol bij spelen. Andere kant van het verhaal is, wij staan ook als waterschappen midden in de samenleving. En ik zie ook het type waterschapsbestuurder, als ik 100 jaar terug ga of 15 jaar terug ga. Zo ben ik er niet hoor. Dat laatste wel, maar dat eerste niet. Dan zie ik ook gewoon andere type bestuurder ontstaan. Vroeger waren er vaak hele enkelvoudige belangen die in het bestuur zaten van een waterschap en werden besluiten genomen. Dat wordt steeds complexer. We zien ook steeds dat het type openbaar bestuur dat wij zijn, dat verandert ook steeds. Hè, door de toetreding ook van de politieke partijen binnen de waterschappen. Dus je zult ook op een andere manier gewoon die kennis moeten gebruiken om beslissingen te nemen. Je zult gebiedskennis moeten toepassen. Ik bedoel, je kunt een technisch zo'n mooie oplossing hebben, maar als die niet kan rekenen op wat voor draagvlak dan ook, ja, dan zul je aan het einde van de rit, dan schiet je doel volledig voorbij en dan ben je je draagvlak kwijt. En wij zullen iedere keer terug moeten als openbaar bestuur naar de legitimiteit van onze besluiten. We moeten uitleggen waarom we de zaken doen. En daarbij kan kennis aanvullend zijn, maar het onderbuik, het maatschappelijke gevoel, is voor mij is die eigenlijk nog wel belangrijker. Dat klinkt wel gek omdat ik bij STOA ook zit, maar die combinatie vind ik juist zo heel fascinerend. Mag ik een voorbeeld geven? Een heel andere sector. Ik was, voordat ik Dijkgraaf werd, was ik burgemeester van de gemeente Slochteren. Zat midden in het aardbevingsgebied, nog steeds trouwens. En daar werden we geconfronteerd, de inwoners die werden geconfronteerd met allerlei scheuren in de woningen als gevolg van die gaswinning in het Groninger gasveld. Daar tegenover stond een macht, die heette NAM, en ook economische zaken moet ik zeggen, en die probeerden dat voortdurend te rationaliseren. Toen een grote klap kwam bij Huizingen van 3,2 op Richter, toen gingen de ogen open. En wat gebeurde er? Er kwam een reeks van 12 onderzoeken werden aangekondigd. En op zich was er niets mis mee. Van we wilden de feiten weten. Wat doet nu die gaswinning met de bodem daarboven en met de huizen?
Maar daar kochten de mensen niet zoveel voor. En in hetzelfde jaar ging de aardgasproductie naar een enorme hoogte van 52 miljard kuub gas. Dat was niet uit te leggen aan de mensen. Rationeel misschien allemaal terecht, want er lag een contract onder. Er waren onderzoeken, liepen allemaal nog. Het werd nog niet aangetoond dat er een kausaal verband was. Inmiddels wel, en zitten we in een andere fase met allerlei dat die gasputten, dat die dicht gaat. Maar het was niet uit te leggen. En dat is voor mij een heel extreem voorbeeld van, je kunt alles wel willen rationaliseren, blauw willen benaderen, maar daarmee ben je er absoluut niet. En onze kunst is juist, als dijkgraaf, om juist die verbinding te leggen binnen een functionele overheid, wat volgens mij een veel rustiger omgeving is dan een gemeente die in een aardgasgebied zit, toch dat proberen bij elkaar te brengen. Aan de ene kant de techniek die hebben we heel hard nodig. Nieuwe technieken helpen ons ook om veel efficiënter, kostenbewuster om te gaan met de kosten. En tegelijkertijd, als wij bezig zijn met een nieuw beheerplan, dan kan dat niet zonder of met een nieuwe visie hoe wij de komende jaren gaan werken als waterschappen. Dan zullen we midden in de samenleving ook moeten gaan ophalen wat de mensen in ons gebied beweegt. Omdat we het draagvlak gewoon heel hard nodig hebben voor ons werk. Mooi, dankjewel. Dank jullie wel. Wij gaan zo nog door naar een volgende onderdeel. Dan zien we jullie allemaal nog even terug. Maar ik wilde eerst nog naar de volgende poll. Wat heeft de uitslag geboden van de vraag, wat heb je vandaag gemist? Nou, het feit wil, en die zien we zo in beeld, is dat de kroket met stip op 1 staat. Toch een belangrijk feit na deze dag, een digitale dag. Vandaag betekent dat je zelf je pannetje frituurvet moet opzetten en die kroket erin moet gooien, om dat gemis goed te maken. Stoa heeft al beloofd en eigenlijk heeft Auke beloofd aan die prijswinnaars, die gaan naar waterschap Drents Overijsselse Delta voor een masterclass. Dirk Siert, ik denk, als jij wil zorgen voor een kroket erbij, dan maken we hier in ieder geval de mensen blij. Ik zie Dirk Siert zijn duim opsteken, dus dat gaat goed. Dus ik ga naar de laatste pollvraag voor vandaag. En dat is jullie eigen antwoord op die vraag die net al ruim over tafel is geweest. Do facts matter? Ja, is het antwoord op de eerste, om mijn keuze te onderbouwen. Dus ik maak eigenlijk al een emotionele keuze zoals Anjo betoogt. En daarna dan ga ik er wel eens wat feiten bij rapen om dat dan te onderbouwen. Of je antwoord is ja, ik doe dat omdat ik een hele rationele persoon ben. Dus ik eerst al die feiten analyseren, wikken, wegen en dan komt daar wel een besluit uit. Of je erkent dat het soms het geval is of feiten doen er niet zoveel toe. Het is meer het frame of het geloof of hetgeen waar ik dan tegenaan loop wat het doet. Dus nooit. Wij zijn benieuwd naar jullie antwoorden op deze laatste vraag. En als ik jullie allemaal in beeld mag, dan eigenlijk is dan ook de vraag aan jullie van, wat vraag ik nog verder? Hebben jullie lol gehad vandaag? Ik heb in ieder geval genoten van de voorpret en het filmpje wat we net hebben gezien. Volgens mij is er veel over tafel geweest. Wat ik zelf het leukste moment vind, en dan mogen jullie, is Anjo en zijn kat. Anjo heeft gewoon zijn show 8 minuten eerder moeten afbreken, omdat zijn kat toch ook de aandacht vroeg. Het is toch mooi. In een congreszaal gebeurt dat niet zo snel. Hebben jullie verder nog iets leuks ondervonden? Of misschien in de koffiehoek of in een andere plek waar je uit hebt gehangen? Nou, die koffiehoek, dat is ook wel, dat vond ik eigenlijk wel geinig. Omdat ik merkte dat ik daar heel vluchtig mensen voorbij zou gaan. En toen dacht ik me, is het nou omdat ik erin zit? Of kan het ook zijn omdat er zo'n enorm aanbod is van kennismomenten? En het is geen feit, maar ik denk wel dat het dat is. Er is waanzinnig veel kennis over tafel gegaan. En niet de rust in de donder om daar eventjes je collega aan te spreken. Ik denk het echt. Ik vind dat eigenlijk ook wel weer heel erg gaaf. Maar die kroket, die blijft dan toch wel een beetje lonken. Maar dat was wel heel, was heel stoer. Ja. Ik vond het inzicht dat ik kreeg in het toiletgebruik in Rotterdam in enkele postcodegebieden, vond ik bijzonder intrigerend. Ja. Het is toch wel belangrijk om dat even scherp te houden. Ja. We zien intussen ook het antwoord op de laatste vraag. Het is in ieder geval
De feiten doen er toe. En of dat nou, en dat is een soort ex equo om mijn eerder gemaakte emotionele keuze te onderbouwen, maar toch iets meer een rationeel publiek die zegt, ja, ik wik en weeg eerst aan jou. Ja, dat denk je. Maar zo dat denk je? Nou. En zo werken de hersenen niet. Maar ons bewustzijn geeft ons de illusie dat het wel zo werkt. Dus ik begrijp het antwoord wel. Dat is op zich niet zo raar. Daar heb je begrip voor, ja. Dat is ook aardig. En vanuit dat begrip kun je weer verbinding maken. Hebben jullie nou het idee, want dat is vaak bij congressen en symposia, er is ook wel veel gepraat. Hè? Is het nou, als je daar naar terugkijkt, was dit nou een basis voor productieve kennisuitwisseling of was het de Poolse landdag? Nou, ik wil daar wel een punt van, kritiek geven. Je zou voortaan ook nog eens kunnen nadenken over werkvormen waarbij mensen echt aan de slag moeten met elkaar. Om bijvoorbeeld bepaalde toekomsten te verbeelden of iets te maken, iets te ontwerpen of een gebied in te richten, et cetera. Dat ging ook even over een van die pechacuchas. Dat ging over kennisoverdracht, hè? En hoe ervaar je nou kennis? Hoe maak je kennis eigen? Hoe deel je kennis? En we moeten even oppassen dat we niet zelf de fout maken. Door hier de hele dag braaf achter allerlei camera's sheets te presenteren en discussies in te gaan. Die vervolgens, als het over de inhoud gaat, zeggen we, nou, eigenlijk moet je dat niet zo doen. Dat is niet de meest effectieve weg. Dus je moet eigenlijk gewoon ook het zelf gaan doen. Ook zelfs uitdagend in deze digitale wijze. Ja, Wij doen dat met ateliers of zo. Dat proberen wij dan te doen. Hè? Dat je met een aantal mensen in een soort atelier dingen gaat maken. Om het zo maar te zeggen. Ja, en dat is wel mooi. Vincent, wat jij nu zegt ook. Ik zat nog, toen ik bij die Pechacucha moest inspreken. Dacht ik ga gewoon een wandeling maken. En dan op het pad, weet je, dan kan je gewoon lekker mee het bos in, zullen we zeggen. Maar daar kwam gelijk een rem op, Vincent. Het was gewoon eigenlijk heel simpel. Ik had daar gewoon... Ik dacht, ik heb dat nog nooit gedaan. Sowieso niet zo'n presentatie geven. Het is best wel spannend om dat überhaupt te doen. Dus ik ben ook daarin gewoon geneigd om het traditionele vergaderen of het traditionele kennis overdragen zoals we dat kennen, gewoon vast te houden. Ik bedoel, dat merk ik echt aan mezelf ook. Gewoontegedrag heet dat. Ja. Nou, hier. Gewoontegedrag, ja, exact. Nou. En zijn die, zijn, want we hebben nu wetenschappers, we hebben professionals en bestuurders, als je er misschien nu een label op wil hangen. Kijken die nou heel anders naar de zaak? Hebben we iets opvallends gemerkt? Praten ze anders? Gebruiken ze andere taal? Denken ze anders over dingen? Wetenschappers zijn juist hele aardige mensen, hoor. Bestuurders ook, hoor. Meestal wel. Klopt. Vaak wel. Kijk. Time-out, jongens. Heel goed. Dank voor het nu. Ja. We gaan naar het volgende onderdeel. En dat zijn de slotwoorden van onze bestuurders. Dank. Goed. Mooi. Ja, we zijn aangekomen bij alweer de afsluiting van een dag vol kennis, inspiratie, inhoud. En graag wilde ik het slotwoord van deze dag ook laten aan de organisaties die hier voor aan de lat zijn gaan staan. STOA en Waterschap Drentse Overijsselse Delta. Jullie hebben ze al eerder deze meeting gezien. Dirk Siert Schoonman en Geert-Jan ten Brink zijn hier beide aanwezig. En aan hun het laatste woord, of het bijna laatste woord, want ik zal nog procedureel wat afhechten. Dirk Siert, mag ik jou het woord geven? Ja, er zijn zo net al heel wat superlatieven voorbijgekomen, waarin iedereen uitsprak dat ze enthousiast waren. En ik heb ook in een aantal van die kamers gekeken van wie er nou aanwezig waren. En ik zal heel eerlijk zeggen, één ding viel me op, er waren relatief weinig bestuurders. Ik heb een aantal dagelijks bestuurders van onze eigen waterschap gezien, maar daarbuiten relatief weinig. En het is bij uitstek echt wel een onderwerp om ook een keer met bestuurders op te pakken. Dus ik ben getriggerd door deelname aan deze sessies, door deelname aan het programma, door ook het gesprek te voeren in die podcast. Was echt wel een half uur lang nadenken van, nou, wat betekent dit onderwerp nou voor je? Nou, die bewustwording, die zou ik ook heel graag bij onze bestuurders neer willen zetten. Dus ik ga nadenken over hoe ik een soortgelijk onderwerp ook bij onze bestuurders van het waterschap, Drentse Overijsselse Delta, neer kan zetten, waardoor ze zich bewust zijn dat 100% zekerheid bestaat niet.
En dat uiteindelijk een goede afweging nodig is op basis van de gegevens die je op een gegeven moment hebt. Maar dat je ook kritisch moet zijn wanneer je nog niet voldoende gegevens hebt. Nou, en alle grijstinten die daartussen zitten. Dat vind ik het leuke van deze dag. Dus het heeft heel erg inspirerend gewerkt. En het vraagt echt om een vervolg. Dankjewel. Geert-Jan, mag ik jou hetzelfde podium bieden om je slotwoorden van vandaag te spreken? Dirk Siert zette dat, dankjewel Maarten, dat doe ik graag. En Dirk Siert die zette mij gelijk alweer aan het denken. Wij komen als, en dat is goed, dat is juist ook inspirerend. Wij komen als STOA graag langs om met elkaar dat gesprek aan te voeren, ook met die bestuurders. Want ik denk dat we voortdurend op zoek moeten naar die verbinding tussen kennis en bestuur. Essentieel voor de verdere ontwikkeling van de waterschappen. Een dag als vandaag geeft echt vitamintjes. Dat smaakt naar meer, zou ik zeggen. Dat is al een paar keer gezegd. STOA bestaat 50 jaar dit jaar. Dat zullen we op enig moment gepast ook nog aandacht aan gaan wijden de komende periode dit jaar. In welke vorm dan ook. Maar ook een dag als vandaag, wat begon als eigenlijk een 1-2'tje tussen Auke en Joost Buntsma van de STOA. En als je dan ziet hoe zich dat heeft ontwikkeld, wat een waanzinnig kennisplatform van vandaag. Dat moeten we op de een of andere manier gaan vasthouden. En de uitdaging is nu ook om de kennis en expertise, maar vooral ook de vitamintjes die een uitwisselingsprogramma als vandaag geeft, om dat een vervolg te geven. In welke vorm dan ook. En ik neem de plicht op me om dat vanuit STOA, samen met Drentse Overijssel Delta, met anderen, misschien met de Unie voor Waterschappen, om te kijken van hoe geven we dit kennisfestival nu gewoon een vervolg. Was het alleen maar om elkaar aan het denken te zetten en te blijven stimuleren en te blijven uitdagen naar de toekomst toe. Los van alle andere bijeenkomsten die georganiseerd worden vanuit STOA. Heel veel dank dus afrondend aan de organisatie. Ik vond dat de crew, zowel de crew voor de schermen, Maarten, als de crew achter de schermen, jullie hebben volgens mij fantastisch werk verricht. En is het ook mooi om zo'n congres te organiseren, zo'n festival. Maar vooral ook als je ziet wat daaruit komt. En dat wordt natuurlijk ook gedaan door de deelnemers. Dus hen dank ik ook enorm voor hun bijdrage en inzicht en inspiratie. En laat het koffiemoment niet stoppen op het moment dat we straks op de rode knop gaan drukken. Maar laten we dat ook gewoon vasthouden naar de toekomst toe van pas dan. Ontstaat er een legacy van het festival. Dat ontstaat niet omdat STOA toevallig 50 jaar bestaat. Maar het blijft bestaan omdat we gewoon als waterschappers met elkaar er belang bij hebben om elkaar te blijven stimuleren. En allemaal in het licht van de opdrachten die we hebben als waterschappers. Dus wat mij betreft dank voor een hele inspirerende dag. En laten we kijken op welke manier hier een vervolg aan kunnen geven. En een applaus voor de organisatie. Graag gedaan. Dank jullie wel met het hele team. Hebben we daar graag dat gedaan. En dat is een heel groot team van ongeveer 80 mensen die aan allerlei sessies hebben bijgedragen. Ik zal nog even uitleggen wat er nu gaat gebeuren. Dat is namelijk dat wij dit Festival Vibes, deze slotsessie, afronden. De chat blijft nog even open, dus wil je nog verder communiceren, blijf dat doen. Je kunt naar het festivalterrein om ook nog de feedback in te vullen. Wij vinden het erg fijn om van jullie te horen hoe je het hebt ervaren. Dus dat kan onder de feedbackknop. Auke die noemde al de koffiecorner. Die was net nog leeg, maar dadelijk zijn er echt geen sessies meer. Daar kun je nog gewoon napraten met je eigen kroket of biertje of glaasje prik. Doe dat en ontmoet elkaar daar nog. Het is mooi om te horen dat de intenties er zijn om een vervolg te geven. Dat vervolg dat gaat in ieder geval door op MS Teams. Alle aanmelders die krijgen toegang tot een MS Teams omgeving, waar zij dadelijk de opnames terug kunnen zien. Dus sessies die je hebt gemist of inzichten die je nog eventjes wil laten bezinken of herkijken, dat kan. We plaatsen al die opnames dadelijk op de MS Teams omgeving en dan kunnen jullie daar het terugkijken. Ik wil alle betrokkenen sprekers en organisatoren ook namens Dirk Siert en Geert-Jan te brengen nogmaals van harte bedanken. In het bijzonder WDO Delta en STOA voor dit initiatief. En alle deelnemers, hè, zonder jullie was het toch een stuk minder leuk. Dank. Dit was Do Facts Matter op 4 februari 2021. En we gaan nog even kijken naar die leuke festivalimpressie met een overzicht van vandaag. Een fijne avond.